We zijn bij het Franciscus ziekenhuis in Roosendaal. Met een aantal vrienden was Frans al lang van plan een EHBO-cursus te volgen. En Bananensplit organiseerde er één onder het motto: kleine ongelukjes rond de feestdagen. Hier komen ze. Voorop, Frans met onze bevriende gynaecoloog Richard, pa Bauer, broer Doris en buurman Adriaan. Welkom jongens. Hoi Isa, Frans. Welkom. Als leider van het complot zit ik in de kamer ernaast. Frans, mijn held, begint met een bekentenis. Nou jongens. Ja, je weet, als ik bloed zie, dat ik... Dan ben ik vertrokken. Ja, dan ga je meteen onderuit. Oh. Ja, ga. En met alle bevallingen dan? Of dan ben je niet bij geweest? Is Richard bij geweest. Dus toen ging het allemaal goed. Dan vertrouwde je. Ja, dat zou ik je uitleggen. Ik had verplegend personeel rond mij en Maris had Richard. Alles moet natuurlijk bloedserieus overkomen. In deze verbandtrommel zitten dan ook geen spullen om grapjes over te maken. Dat komt een bekend voor. Ja. Ik heb het eerder gezien. Je hebt 4 keer eerder gezien. Leuk hoor Frans, heel fijn grapje. We pakken even de grootste vinger. Kijk. Nee, maar die is makkelijk. Het is belangrijk. Het is een lobbes van een vinger. Dan maak je dat. Ja. Even een keer menu. Hey, sorry Frans, kinderen kijken ook. Nee, nog pas. We beginnen met het verbinden van een veelgebruikt lichaamsdeel, de middelvinger. Ik weet al precies wat er gebeurt als ik zo'n situatie heb. Maris! Tijdens het kerstdiner kunnen er natuurlijk wondjes ontstaan. En die moet je ontsmetten. Hier een praktische tip. Iedereen heeft met de kerst zo'n glaasje voor zich. Alcohol. Maar kan je dat in een wijn... Het mag met wijn, maar het moet een wijn zijn van boven de 3%. Je hebt tegenwoordig wel een wijn van onder de 3%, maar het moet boven de 3% moet het zijn. En het gaat erom dat je een slokje hebt genomen. En het slokje wel doorslikt, maar direct die vinger dan in je mond stopt. Wat sta je voor? Dat je kind is, hè? Dan doe ik dit. Precies, even zo gaat het. Zo moet je het doen. Maar het klinkt logisch. Ja, precies. Er zitten allemaal bacteriën in je mond natuurlijk. En dat dood je dan of zo. Precies. Ja. Ik zie het nou niet doen met mijn zoon. Ik kon niet goed. Nou wordt het gevaarlijk. Het kerststerretje. Ze zeggen altijd koud vuur. Nou, vergeet het maar. De kraan slaan we eventjes over en je hebt verder geen brandzalf ter beschikking. Dan is er een bepaalde stof die ook in die brandzalf zit. Heb je vast wel eens gezien, dat is dermafluctuïne. Dat zit in die brandzalf, dus het hoofdbestanddeel. Let op Frans, dermafluctuïne. En dat zit ook in de flap van de appel. Je houdt ongeveer die appelflap 2 minuten hou je op de verbrande wond. En dan koelt hij gedurende een half uur. Nee, ik hoop niet. Voel maar eens, en dat is geen grap. Het verkoelt wel. Nee, is geen, voel maar eens, je voelt. Ja. Jij zit hier te lachen. Heb je mijn ijskast gehad? Nee. Ach, dan kijk, daar zit hij. Mijn eigen appenflappie. Als je dat 2 minuten... Je voelt het, hè? Ja. Als je hem zo tegen je wang legt. Ja, het is wel koel. Doe maar. En de brand blijft er dan uit? De brand, daar gaat het om. Die brand trekt er helemaal uit in met water. Zodat hij stopt met koelen of je moet het twisten. Je voelt het klaar. Met iets van deeg. Dat vet. Je zou bijna denken dat je een gekheidje maakt. Bijna wel, Frans. We zijn toe aan de heimlichtgreep. Hoog nodig als iemand een kippenbotje heeft doorgeslikt. Richard staat normaal, het slachtoffer staat naar voren gebogen. Jij gaat er omheen met je armen. Ja. Helemaal er tegenaan. Het is een rare toet dan. Hij is in nood. Hapje weer. Helemaal er tegenaan staan. Is iemand toch half bij bewustzijn? Nee, nog niet. Hij is echt bijna aan het stikken. Hè? Dit doe je alleen als iemand echt gewoon bijna gaat krijgen. Dit is het. Hij kwam er echt uit. Is hij echt het hart zat? Ah, koffiepauze. Dat geeft ons mooi de gelegenheid om de reanimatiepop naar binnen te loodsen. Alles. Ik heb pijn gehad in mijn spieren. Oh, echt waar.
Hey, we weten van het beademen dat daar, er zijn allerlei nieuwe onderzoeken zijn daarin. En we gaan de beademing 2010 gaan we als eerste doen. Of 2009 eigenlijk. Richard, doe jij de Duitse, ja, dat is de Duitse methode, die hebben die Duitsers ontwikkeld. Dat is vanaf de zijkant benaderen. Zou je zien, de borstkas komt gewoon rustig omhoog. Neus dicht houden, dat is het belangrijkste. Ik kan het leven zicht zien. Ja, die poppen zijn steeds gaan avanceren. Oh. Oh. Ja. Keurig. Nu hebben in Nederland het onderzoek gedaan, is de frontale benadering is. Dus van de voorkant, dan weten we dat die lucht veel beter aankomt. Maar moet je de neus dicht houden? Houden we de neus, houden we niet meer dicht. Ja. Dat is het verschil. Dat is het verschil. Dus wat je doet is dat je frontaal, je gaat over ja, de patiënt heen zitten. Ja? Ja, je mag komen zitten. Ik heb nooit op een andere vraag. Goed zo, manneke. En dat houden we zo. Naar voren goed leunen. Ja. Ja. Kijk, onderdoor naar beneden. Welkom in jij, de show. Zit hier eigenlijk een aanslid. En verder is er natuurlijk een heleboel te zien. En ook te doen. Voor alle leeftijden. En wat is er mooier dan na een drukke dag op het strand een fijn restaurant te zoeken waar je een typisch Spaans gerecht krijgt geserveerd. Vakantieganger ook hier op zijn hoede zijn. Want in sommige restaurants en terrasjes werken vaak obers van bananensplit om wat bij te verdienen. Café Salon? Iedere week een wasbeurt voor de auto. Dat is toch wel het minste. Vandaar dat er in ons land talloze wasstraten zijn te vinden. Maar ook de wasstraat zelf verdient soms een opfrisbeurt. En daarom is onze bananensplitschilder Dick aan het werk gegaan. Boven de uitgang van de wasstraat. We plaatsen nog even een waarschuwingsbord. Moet genoeg zijn, toch? Maar wat doet u nu? U mag hier helemaal niet doorrijden. Ik kom even naar beneden. Kijk, er staat hier een levensgroot bord. Ja. Niet uitrijden, schilderwerkzaamheden. Mevrouw, ik sta te trillen op mijn benen, want als hier een auto doorrijdt, ik had wel van die ladder af kunnen vallen. Bent u wel goed verzekerd? Gaat u nu de verzekering bellen? Ik ga mijn man bellen. Uw man? Neemt hij op? Of ja, met Agnes. Ik heb een groot probleem. Nou ja, kan je even deze kant op komen, want ik weet niet wat ik ermee aan moet.
ook slachtoffer 2 krijgt met een groot probleem te maken. Shit, man. What the fuck is dit nou? Wie gaat dit betalen dan? Nou ja, je moet daar niet doorrijden. Ze gooien die deur voor mij toch open. Er staat binnen dat je niet eens dat je hier doorheen moet. Ja, er staat een, als het goed is, daar ergens een bordje. Maar hier staat een bordje, niet binnen. Jezus, Mina, man, dat hele dak zit onder. Maar hele auto zit onder. Kaleer, hé. Is het een nieuwe? Nee. Het is geen oude, hoor. Hij is niet goedkoop in ieder geval. Ja, maar... Leg de auto, kan die lakken. Het is toch geen goedkope auto? Die lak is nieuw. Ja. Weet je wat het is? Het is natuurlijk voor jouw auto kloten, maar mijn verf die is ook naar de godzillende machtig. Maar ja, weet je, wie gaat die verf betalen? Dat is ook zoiets. Ja, maar wie gaat die verf betalen? Die verf is niet zo duur als die auto, hoor. Nou ja, het is toch bijna 120 euro zo'n pot. Ja, wat gaat het spuiten kosten dan? Dat weet ik niet. Nu meer dan 120 euro voor een potje verf. Jezus, waarom ik? Zo, daar rijdt een bolide binnen uit de hogere prijsklasse. Kost zeker 200.000 euro. Dus die moet van een rijke BN'er zijn. Een zanger of zo. Hey. Wat zeg ik? Wolter Kroes. What the fuck is dat nou? Ja, je moet je helemaal op, niet? Ja, maar wat doe je? Jij mag hier helemaal niet rijden? Ja, natuurlijk wel. Die deur die gaat toch open? Wat is het? Een Toyota? Nee, een Audi A8 lange, 200.000 euro. Nee, mij niet. Ja. Echt waar? Ja, maar hoe gaan we dit nou oplossen, joh? Een oude Audi. Nieuw. Ook dat nog. 3 maanden auto. Och, jezus, jongen. Het pot valt vanaf jou stijgen op mijn auto. Ja, omdat ik schrik, omdat er een auto opeens onder me... Je stond nog te schilderen dat ik je riep. Ik zei, hey, en toen draai je je eigen om. Krijg nou wat, je hebt mij helemaal niet gezien. Maar heb ik hem omgestoten? Ik heb hem omgestoten. Jij gooide hem op mijn auto. Je reed wel hard ook, hè? Nee, joh. Ik kan er niet hard rijden uit de garage vandaan. Maar ja, ik... Ik moest naar buiten rijden. En dat is boom. Heb je hem nodig voor je werk? Ja, natuurlijk. Vanavond moet ik er weer mee optreden. Optreden? Ik zal Wolterfus. Ja. Oh, jezus, niet helemaal. Oh, zit je jas ook nog onder? Ja. Is van die ANWB-reclame, toch? Nee, dat is Dries. Oh, sorry. Godverdomme, nou, ik maak het alleen maar erger, geloof ik. Dries. Dries, ik kan hem helemaal wit schilderen. Wolter, sorry. Ja, ik ben gewoon ingehuurd hier voor mijn baas. Speciaal voor Wolter, ons bananasnoepje. Ja, dit is televisie, hè? Je vindt een bananensnoepje. Ja, zie je wel! Vaderhuffer! Oh, ik wist het! Dit is Bob, de lieve lobbes van Jan de Hoop. Daar zit geen greintje kwaad bij. Waren ze allemaal maar zo. Maar helaas, je hebt ook van die ASO's met vechtmachines. Als zo'n beest zich losrukt, kun je niet voor de gevolgen instaan. Dan kunnen de verschrikkelijkste dingen gebeuren. Fifi. Fifi. De politie is dit soort praktijken meer dan zat en gaat over tot actie. Alle honden in de buurt worden opgepakt en naar het dierenhotel van de bananensplitpolitie gebracht. En ook Bob, de hond van Jan de Hoop, behoort tot de verdachte. Ah. Ja, je bent op tv. De partner van Jan de Hoop, Koen, zit bij ons in het complot, net als Bob. Nou, zo'n lieve hond, hè? Ja, lekker objectief, Koen. Maar dat moeten we nu juist onderzoeken. Meneer de Hoop. Ja. Naar je plaats. Hallo. Ja, zo, dit is mijn collega van, dat is Janneke. Ja, hallo. Zij is hondengedragspsycholoog. Mag ik u eerst een paar vragen stellen misschien? Ja, misschien mag ik, als ik eerst een paar vragen stel. Ja, ik wil graag weten waar de verdenking nou precies op gestoeld is. Ja, Bob zou het ook wel willen weten. Wij hebben de laatste tijd een aantal incidenten gehad. Een aantal bijtincidenten. Ben je aangehouden? Vriendelijk verzocht om mee te komen. Twee dingen wil ik toch zeggen voordat u verder gaat. Ik vind het wonderbaarlijk dat iemand kennelijk iets over onze hond gezegd heeft. Mm-hmm. Dat het gebeurd is buiten onze waarneming is bijna net zo mogelijk als dat hier aliens geland zijn vandaag. Het is zo krankzinnig idioot. Onze hond in een bijtincident. Het is echt...
Ja. Het beste is helemaal niet, het zit geen spoortje agressie in. Het is, Het is nog niet helemaal zeker dat het zo is. Ja, het is zelfs helemaal niet, het is onmogelijk zelfs. Je hoort het zo vaak, zoiets doet mijn kind niet. Nou, vandaag is het meer, zoiets doet mijn hond niet. Toch, Bob? Jullie zijn samen de baas, maar beschouwt ze een van jullie meer als baas? Want vaak kiest een hond een baasje. Hij is wel echt een baasje, maar ze luistert naar mij net zo. Ook in deze gesprekken bent u eigenlijk de meest aanwezige persoon. Mijn vak is om te praten en ik dat misschien te veel doe. Als jullie met de honden praten, is dat dan meestal, gaan jullie dan door je knieën, zodat je op gelijke hoogte praat of van bovenaf? Nou, meestal van bovenaf, want ik loop of ik doe of ik... maar soms ook, als ik met een lichte kroelen, dan zijn we op gelijke hoogte. Maar, maar meestal van boven, als je met de hond loopt, is dat van bovenaf. Hè. Ja, oké. Okay. Jij praat meestal met de hond? Ik praat meestal met de hond helemaal. En wat voor dingen kunnen dat zijn? Moet u dat echt weten? Ja, dat wil ik graag weten. Nou ja, dat ik het best lief vind en dat ze het goed doet. En dat ze braaf is en een mooi meisje. En, Ja, maar dat zijn dus toch korte zinnen. Het is niet dat u... geen academische discussies. Nu wordt het allemaal veel serieuzer. Net als in de Amerikaanse politieseries maken we een line-up van de verdachte viervoeters. Hé, daar hebben we onze ASO. Okay. Met zijn zwarte monster. Als dat de dader niet is. Wilt u daar plaatsnemen bij nummer 3 in het midden? Ja. Oké. Okay. Hoewel, kijk ook eens naar de rest. De ene nog gemener dan de andere. Nou ja, ik bedoel natuurlijk de honden. Ook de volstrekt onschuldige Bob moet met Jan in de rij plaatsnemen. Hey, kunt u hem ook laten zitten? Gewoon laten zitten? Oh, ja. Dat kan hij toch wel? Ja? Straks komt er een getuige hier die betrokken is bij het voorval van vanochtend. Hij gaat kijken of een van deze honden degene de hond is die vanochtend zijn hond heeft gebeten. De getuige is een wat oudere man. Hij is nogal nerveus en bang naar wat er gebeurd is. Dus ik wil u ook verzoeken om... geen contact met hem te maken en ook niet met hem te praten. Dus ik wil u verzoeken om echt stil te zijn. Het baasje van Fifi, een krasse, kwieke man van rond 110... moet nu de schuldige aanwijzen. Hij is blind, ook zie ik van. Dag, van de Geitenbeek. Kom jij erbij aan? Die hond is het. Oh, dat ziet u wel. Hij heeft hem al... weet u het zeker? Al gelijk? Die hond is het. Dat weet u heel zeker? Heel zeker. Meneer de Hoop, ja, u heeft het nu zelf gezien, hè? Bij deze... Ja, uw hond is nu echt aangewezen. Ik ken die meneer helemaal niet. Nee, dat begrijp ik. Maar die meneer die kent wel uw hond. Die is blind volgens mij, of niet? Nou, ja, dat weet ik. Arme Jan. Zijn Bob de bokser, de onschuld zelf, is nu hoofdverdachte. Ja. Ja, Jan. Je zei het zelf al, 110 was hij volgens mij. De kalk vloog in het rond daar op het hoofd. Je had niet zo heel veel vertrouwen in deze oude meneer. Hij kwam met een rood wit stokje aan volgens mij. Ja, hij kwam met een rood wit stokje aan. Ja. En hij zag het allemaal niet zo heel duidelijk. Nee, nee. Maar hoe dacht je nou je uit deze situatie te kunnen bevrijden? Want ja, je hond is dus wel... Nou, op dat moment wist ik nog niet zo heel veel. Ik was ook, moet ik toegeven, lichtelijk in paniek. Want ik dacht, misschien nemen ze Bob straks in beslag. Ja, je wil niet dat je dochter in beslag genomen wordt. Maar aan de andere kant dacht ik ook, het is toch allemaal wel heel erg gek. Dus ik twijfelde heel erg. Heb je ooit trouwens, nu je het over twijfelen hebt... Heb je ooit één moment getwijfeld aan de onschuld... Geen seconde, want van Bob? Het is niet het type dier dat andere honden of mensen aanvalt. Nou, dat moet nog maar blijken. Jan? Frans? Nou, laten we maar gaan kijken, want het onderzoek gaat verder. Ben ik bang. Ik begrijp dat jullie vrij fysiek zijn met de hond. Ja, jij wat meer dan... U wat meer, oké. Okay. En is dat dan meestal op een stoeierige manier... of is dat op een strelende manier? Rustig. Rustig. Soms om te spelen een beetje, maar dat is, meestal is het rustig. Heeft u het idee dat de hond wel eens seksueel opgewonden raakt als u hem aanhaalt? Ik heb het idee dat de hond helemaal niet seksueel opgewonden raakt.
komt een, draait ze de kont van hem af. En mag ik iets heel gek zeggen, ik denk af en toe dat ze lesbisch is. Wat ik met jou hoor. Nou ja, ja, dat is de vriendinnetje bij ons en daar rennen ze achter elkaar. Ja, ik heet ook Jan. Nou, ja. Toen weet je dat ik ook okay. Ze kunnen 3 kwartier naast elkaar liggen en elkaar alleen maar likjes geven, deelt in pootjes om elkaar heen. Ik ga dit er wel bij noteren dat u het vermoeden heeft dat uw hond lesbisch is. Dat denk ik dus. Omdat ze heel leuk is met maar likken en doen, ja. Vaak met vrouwtjes toch? Ja. Nou, je hebt ook agressieve leden van de damesliefde. Daarom moeten wij wat agressietestjes met Bob doen. En met Jan natuurlijk zelf ook. Ja hoor. Zijn deze toestellen een beetje bekend? Nou ja, daar is het wel doorheen geweest op de hondenschool. Maar het is verder geen circusartiest. Oké. Nou, het gaat vooral om gehoorzaamheid. En ik ga even kijken hoe ze op u reageert. En op commando's reageert. dit is de kill and attack oefening. Kill and attack, natuurlijk. Ik wil zo meteen het commando horen. Kill en attack. Hoop dat we hem zo doen. En dan gaan we kijken hoe die reageert op deze meneer. Ja. Ik zou graag willen dat je een beetje wispelend aandacht vraagt. Ja. Ja? En go! Bob, kill en attack. U moet het wel menen, hè? De hond voelt het als u het niet meent. Ik heb het zoals me altijd meen, moet ik zeggen. Kill en attack. Bob, kill. Kill. Laat het baasje niet in de steek. Vraag de aandacht. Nou, het is... Ik vermoed niet dat ze u gaat vermoorden, eerlijk gezegd. Nou, het is een goede lobbes, hè? Een enorm goede lobbes, maar dat roep ik de hele ochtend al. Ja, maar ik moet dat toch officieel even in de formulieren vastleggen, begrijpt u? Dat is nou eenmaal de procedure. Go! Zeker artiesten. Ga eens door. Ah, de truc met de hoepel. En we hebben hem niet eens in de fik gestoken. Maar dappere Bob denkt hooguit, hoepel op met dat ding. Bob heeft van ons instructies gekregen om vooral niet te luisteren. En dat doet hij uitstekend. En dan gaan we kijken wie het meeste aandacht kan trekken. Het hondje of Jan. Zorg dat jij interessanter bent dan het hondje op de grond. Goed, Bob doet geen mens kwaad. Maar geldt dat ook bij bijvoorbeeld kleine hondjes? Daar gaat het mij niet om, meneer. Ja, Bob geeft nu geen sjoegen. Misschien is het een idee als u even met het hondje die kant op rent. Nou, rennen, dat lijkt mij... Nou, een kleine hondjes rennen ook. Kom. Oké, rennen met het hondje. Kom op. 1, 2, 3, go! Rennen met het hondje, rennen met het hondje. Foei, 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 foei. Wat een slome hond. Alleen als hij mag eten, komt hij in beweging. Bobby, wat een lekker eten. Doe maar met je hand, want dat kan echt, ik garandeer dat dat geen kwaad kan. Doe maar. Nee, dat kan echt. Nee, maar het gaat ook om de vreemde geur en kijken hoe ze daarop reageert. Oké. Ja. Doe je maar met de hand. Het is een vreemde hand. Ga je gang maar. Je bent schip met dieren op zich loopt, toch? Ik garandeer u dat u het overleeft. Maar Janneke, heb je ook je telefoon bij? Mijn telefoon, ja? Ach, ik wil even op de foto met u. Op de foto? Maak me even, ja. Wat bedoelt u op de foto? Ja, ik vind het leuk. Ja, ik kijk iedere ochtend bijna naar u. Ja, dus ik vind het wel leuk nu u er toch bent. Het is toch geen toestand zo? Oké. Want anders sta ik tegen de zon in. Ja. Ik pak hem even hier. Zo. Oké. Ja, Jan vindt het altijd fantastisch om met de fan op de foto te gaan. Ja. Kijk hem toch eens stralen. Ja. Oké, dank u wel. Is het nu klaar? Kunnen we naar huis? Ja, ga de man even halen. De man. Dan, dat is het laatste. Okay. Welke man komt er nu? En dan verschijnt ons getraumatiseerde slachtoffertje Fifi, dat zo bruut werd aangevallen. Kijk eens, hier is Fifi. Kijk eens. Ben je bij, jongen? Kijk eens, daar staat de camera. Zwaai maar eens. Onze volgende gast is een populaire tv-presentator, acteur, comediant. Nou ja, hij is een van de drukste mannen van Nederland. Dus kon hij helaas niet bij ons in de studio zijn. Nou, dat houdt mij niet tegen. Want als Mozes niet naar de berg komt, komt de berg wel naar Mozes. Goedenavond.
Goedenavond. Hai, hai, hai. Hai, Linda. Lieve. Oh, goed, hallo. Nou, wat een verrassing. Wat leuk dat je er bent. Ja, wat een mooie scooter. Wat een sfeer. Oh. Ik zou het belangrijkste vergeten. Wat dan? Mijn filmblikje. Sorry dat ik even inbreek. Nieuwe seizoen, maar ik heb een kleine verrassing voor jullie collega. Voor Jeroen? Ja, voor Jeroen. Ik kom er even bij. Ja. Leuk panel heb je trouwens. Ja, leuk hè? We gaan ook winnen, dat weet ik wel. Goed voor elkaar, zeg. Ik ben blij dat het niet voor mij is. Hoe gaat het? Ja, ik ben er weer bijgekomen een beetje. Wat ja. Ben jij druk, man. Ja, druk. Ja. Geen tijd om naar de studio te komen. Zeker niet, nee. En dan weet je, als jij geen tijd hebt, komt de bouwer zelf langs. Kijk, ik dacht al, ik zie iets in mijn achteruitkijkspiegel, dat was jij op je scooter. Ja. Nou, ik moet je eerlijk toegeven, ik denk dat u dat misschien thuis en hier op de tribune misschien ook al even gaat de afgelopen maanden, dat u al heel erg veel zien. Ja, dat klopt inderdaad. Ik kom jou op plekken tegen waarvan ik denk van nou, Jeroen. Op het toilet, ja inderdaad. Er zijn een paar momenten waar we elkaar tegenkwamen waar ik dacht nou, is dit niet zo'n slim moment. Ik heb hier een hele mooie band. Ja. Ik denk dat iedereen best benieuwd is om te kijken, of niet? Ja. Bertus, wil je hem even draaien? Dat het nog zo ouderwets. Ga met zo'n band tegen. Ja, wat dacht jij dan? Nou, je moet maar eens kijken. Ja, ik ga zeker kijken, ja. De nieuwe reclamecampagne van onze eigen bananensplitsverzekering heeft heel wat voeten in de aarde. Je hebt duizenden flyers nodig en de posters moeten overal duidelijk zichtbaar aangeplakt worden. Maar je doet het graag, want het bekende tv-hoofd Jeroen van Koningsbrugge is ook het gezicht van de campagne. Alleen hadden we hem zelf niet even moeten inlichten? Hoi. Jeroen wordt opgehaald door de taxi. In dit geval door Taxi Jan. Een begrip in Omroepland. Bijna wekelijks pikt hij Jeroen op en brengt hem naar Studio Baren voor Ik hou van Holland. Maar vandaag ook voor Bananensplit. Want Jan zit bij ons in het complot. We slaan de laatste hand aan onze campagne en maar afwachten of Jeroen iets zal zien. Nou, is het even rustig, Jeroen? Nu is het even rustig, ja. Maar je hoeft in het theater niet meer in ieder geval. Wat sowieso niet. Als dat doorgaat, dan is dat pas maart 2010. Dat duurt nog even. Alleen maar tv-dingetjes. Lekker, leuk, leuk, leuk. Ik ga met Katja tussen de oren doen, het programma bij Net 5. Dat wordt wel leuk, denk ik. Maar is dat een soort talkshow? Ja, een soort quiz. Maar dan over wetenschap. Ja, zet hem er maar voor. Perfect getimed komt onze bus voor Jeroen. Maar er is nog een kans. En Jeroen? Dit is nog maar het begin. Kaal. Ik heb geen zorgen aan mijn hoofd. Wat is dat nou? Doe jij reclames? Nee, geen idee. Ik ga er nu een foto van maken. Ja. Laat maar even de deur draaien. Ik wil wel even weten wat dit in godsnaam is. Maak het even vlug. Ik heb hem. Kaal, wat is dit nou? Ja. Een stadsbus door Amsterdam. Nee, ja. Ik ga meteen even mijn agent bellen. Wat is dit nou weer? Heb ik weer. Het gaat echt wel heel ver. Andrea, met Jeroen. Ik zit nu in de taxi naar Ik hou van Holland. En we rijden achter een stadsbus. En er staan heel grote posters opgeplakt. Met mijn hoofd. Staat boven kaal, geen zorg aan mijn kop. Jeroen van Koningsbrugge. Ik ben heel benieuwd waar dit vandaan komt. Dus kun jij dit even uitzoeken? Hoi. Ja. Maak je daar een lijn of had je een voicemail? Oh, voicemail, sorry. Vind je er geld mee of zo dan? Nee. Ik doe helemaal geen reclame, zeker geen vissen. En dat soort dingen doe ik helemaal niet. Ik had er niet zomaar iemand gebruiken. Hoor. Ik had toch niet jouw hoofd gebruiken voor iets wat je zelf niet weet? Nee. Nou, dat is grappig. Ja, heel weird. Komt er daar weer even bij of zo? Okay. Ik zal even reclamen. Je moet toch toestemming hebben, nee, ja, of niet? Mag helemaal niet. Toestemming vragen, maar. Dan word je nog als bekende Nederlander, Jeroen. Ja. In Amsterdam. Ja, liefie, ik zit met Jan in de taxi. En we rijden een stadsbus voor. We hebben twee grote posters achter mijn hoofd. Kaal, vraagteken. Geen zorgen aan mijn kop, Jeroen van Koninkrijk met de telefoonnummer op. Ik heb meteen een foto gemaakt, Andrea gestuurd en gebeld. Hè? Ja, kaalheid. Ja, misschien heeft het wel met maken. Kaal.
Ja, precies. Zoeën. Nou ja, ik zie wel wat er aan de hand is. Ik merk het wel. Oké, tot zo. Doei. Hilarisch. Die hebben we vandaag als gasten, weet jij dat? Ja, hier weer, hè? Rijdt nu een busje. Weer, dit is er weer een. Hier. Hè? Sta ik weer op. Dat is ook een. Dezelfde kleur, ja. 7 nummer, 0900, 5, 6, 7. Bel het eens als je wilt. Welkom bij SBDS Verzekeringen voor de man van nu. Maak nu gebruik van onze speciale actie. Het Jeroen van Koningsbrugge pakket. Een zorgvuldig geselecteerde ziektekostenverzekering voor de man op leeftijd. Een moment geduld alstublieft. U wordt doorverbonden met een van onze medewerkers. Goedemiddag, waarmee kan ik u van dienst zijn? Ja, goedemiddag. Met Sjaak van der Broek. Hallo. Ik zag de advertentie, ik was benieuwd. Oké, dat is een pakket voor de mannen in Nederland. Het gaat vooral over mannelijke problemen, maar ook problemen in het algemeen. U kunt daarvan een pakket bestellen als u wil. Nou, dat zou ik heel graag willen. Uw naam, wilt u die nog even herhalen? Ja hoor, Sjaak van der Broek. Sjaak van der Broek. Ja. Ik ga het gewoon even naar u toesturen. Nou, dank u wel. Oké, heb ik tot slot nog een vraag voor u? U bent een echte man. Ik ben een echte man. Nou, dat mag ik altijd even vragen aan het slot, want dan hoort u thuis bij FBBS Verzekeringen. In principe, nou ja, precies, dank u wel. Ja. Is het wel, bent u wel echt een man? Aan het einde werd dat nog gevraagd. FBBS, Frans Bauer. Bananensplint. FBBF. Zou best kunnen, dat. Bananensplint. Ja, die is ook aan het maken weer, hè? Ja. Wanneer gaan ze daar op de buis? Dat weet ik niet. Hier is helemaal winderig, hè? Aanbijen. Ik ben benieuwd. Hoe weten ze dat ik last van aanbijen heb? Dat vind ik knap, toch? Ik heb last van aanbijen. Ja. Dat kussentje, daarom zit ik op dat kussentje. Ja. Flip over. Hey. Flip over. Gek. Fans. Dat is niet, hè? Het komt eraan, jongens. Komt eraan. Ah, leuk. Flyers, zelfs. Hey, Jeroen. Kijk nou, joh. Frans Bauer bananenpunt. Kijk eens. Kijk eens. Wie zit erin, jongen? Ik heb even snel een aantal dingen voor je meegenomen. Wat ik heel leuk vind, is dat je de eerste bent dit hele seizoen die de code van Bananensplit heeft gekraakt. FBBS, Frans Bauer, Bananensplit. Al die slachtoffers voor jou hebben dit niet doorgehad. Behalve jij, dus een klein applausje, jongens. Nou. Ik heb hier de officiële brochure van Sjaak van der Broek. Wie is dat eigenlijk? Dat ben ik, Sjaak van der Broek. Ik heb hier een hele mooie poster als aandenken. Ik ben heel benieuwd welke het is. Welke verwacht je? Ik denk uiteindelijk de aanbijen. Fout, want die heb je niet. Erectieprobleem waarschijnlijk. Heb je die wel? Die heb ik wel. Daarom zijn die hokjes zo hoog hier. Ik ben er zelf ook niet. Volgens mij, het moment supreme. Even kijken. Paal, oh wat netjes. Nou, kijk eens even, dat is toch bananensplit waardig, hè? Ja. Jeroen? Dat is nog niet alles, want bij deze de officiële bananensplit trofee. Je hebt hem verdiend, hij is voor jou, alsjeblieft. Oh, dankjewel. Dankjewel. Okay. Hey, begint hè. Dank je. Hey, Linda. Kan je er echt op rijden? Of ik er echt op kan rijden? Ja. Tuurlijk, schat. Oh jee. Was op die cameraman achter, ja. Splithuis draven vandaag een aantal studenten op van het klusjesuitzendbureau voor het in elkaar zetten van zo'n beruchte Scandinavische boekenkast. Onze eerste kandidaat, Michiel, krijgt uitleg van mevrouw des huizes Jannie. Dat het een billykast is, hè? Ja, oké. Okay. Nou.
Hier ligt hij. Ja. Je weet hoe het werkt, denk ik. Jazeker, ja. De beschrijving zit erin. Ja, nou, dat wijst het vanzelf. Ja? Aan de slag. En nu komt ons team in actie met een subtiele wisseltruc. Is het gelukt? Oké, ja. Nou, dat is waar. Ach, oh. Ik zie gelijk iets heel boos. Oh jee. Dat is niet handig. Nou ja. Dat is zo klaar. Oké, hier is het kantoor. Dan krijgen we nu een duo. Hij ligt al klaar. Jacco draagt de koffer en beschouwt daarmee zijn werk als voltooid. Kom verder. Ja, zet hier spullen maar hoor. Zijn collega, die doet het werk. Yes. Nog even ijdel tuiten voor onze camerakast. En nog een keer. En nog een keer. Zoals gezegd, de een werkt, terwijl de ander... Ach, u ziet het zelf. Klaar, dat mag gevierd worden. En dan slaan wij weer toe. Ik zat toch nog even te twijfelen over de plek. Oké, ja. Ja, ik heb hem toch liever hier. En is er verder nog wat? Dit zou ik ook even moeten zien. Ja. Even bang voor haar. Ja, dat is toch... Ja, maar die plank zit niet goed. Nou, op de andere plek dan maar. Dit keer gaat het vlotter. Maar ook nu laat ons team zijn sporen na. Die kast past toch nog niet helemaal. Oh ja, ik zie wat je bedoelt. Ik zie wat je bedoelt, ja. Ja, even kijken. Nu zit die verkeerd. Hè? Hoe kan dit nou weer? Ja, hoe kan dit nou weer? Deze is nu goed. Deze is goed. Die hebben we net even niet aangeraakt. Ja, jongens, dit schiet niet op, hè? Hoe laat is het nu? Ja, dat komt wel goed. Ja, maar daar komen ze aan of hier? Zet hem daar maar neer, maar nu moet het wel goed. Want dit schiet toch niet op? Oké, jongens, kom op, hè. Nu even tempo. Ik ben hier vandaag weg. Hè. Ik zeg, kom. Misschien is daar echt geen kom van. Dit kan toch niet? Dit trekt echt heel slecht. Tjongejonge, hij ligt achter jou. Jeetje, niemand trekt het slecht. Terug naar Michiel. Zo had hij de kast achtergelaten. Oh. Dit hebben wij ervan gemaakt. Dus bij controle... Oké. Okay. Nou, die... Och, wat nu weer. Er zit er weer eentje. Ik... Ja, maar Michiel, dit duurt echt te lang. Ja. Ik geef je nu een kwartier. En nu moet het echt wel klaar. Ja, Jezus, mensen. Tja, trek je jasje maar weer uit, Michiel. Oh, kom verder. Ja, nou ja, dat ruimt zij wel op. Neem plaats. Nou, maar is hij nu klaar? Hij is nu echt klaar, want als het nu niet klaar is, dat gaat echt niet. Nou, dus als je je excuses nog een keer aanbiedt. Ja, mijn diep excuses, hoor. Zeg maar sorry, mevrouw. Sorry, mevrouw. We laten mevrouw weggaan. Kunnen Michiel en huishoudster Janneke nog even wat vertrouwelijkheden uitwisselen? Echt. Kring. Zelfs mensen gewoon je kaart krijgen. Wat? Ons duo zet hopelijk voor de allerlaatste keer de kast in elkaar. Mag ik even een foto?
Ze wilden het alle twee komen. Bij Michiels laatste controle dit onheilspellende geluid. Wat voor achterplank, dat was toch niet? Die immers. Ik weet niet wat voor vloek dit is vandaag. Ja, dat is die achterschot, daar gaat hij torderen en dan stort hij in. Ons duo wacht hetzelfde warme onthaal. Wat bedoel je uit elkaar? Wat bedoel je uit elkaar? Hoe weet je dat dan? Ach jongens. Hoe kan dit nou? Waar is je vriend? Kom even erbij. Hoe kan dit nou? Jullie zijn nou een uur bezig om een kast in elkaar te zetten en dit is het resultaat? Kijk, ja, je kan nu wel... Ja, dat zal allemaal wel. Oh, je gaat al foto's maken? Ja, ja. Wat is dit voor... zijn dit voor praktijken, zeg? Ja, ga hem maar weer in elkaar zetten, hoor. Ik ga hem weer in elkaar zetten. Je gaat hem niet in elkaar zetten? Kom even hier erbij staan, want dit accepteer ik ook niet hoe jij tegen mij doet. In elkaar hoor. Hulp nodig jongens. Kijk eens jongen. Welkom in Bananensplit. Kijk eens. Deze keer per luxe cruise naar de Bahama's. Volop gelegenheid voor ontspanning, genieten van de optredens van Nederlandse topartiesten. En voor Bananensplit was er dé gelegenheid om Litouwers te pakken te nemen. Als ambassadeur van de Rotterdamse haven krijgt hij een uitnodiging namens de gouverneur van de Bahama's. On behalf of the master of the ship, who is a good friend of the governor of the Bahama's, is requesting two famous Dutch people to come for a ceremony. Okay. So that's what the script I have been told so far. Okay. René Vroeger is ook uitgenodigd, right, want die zit namens Bananensplit en de haven van Amsterdam in ons complot. Een sprookjesachtig, luxueus leven, dat leidt de gouverneur van de Bahama's. Zijn naam, General Lord George W. Paddington III. We treffen hem bij zijn dagelijkse ochtendritueel. Hoe kom je aan zo'n baan? Giet op, man. Je moet je omkleden. Ze zijn al van de boot. Kom op. Heb nou, dan moet je als maffe toerist iets regelen met Bananensplit. En wij zorgen er dan voor dat je in je volste ornaat kunt verschijnen. Te gek, man. Hey. Super. Kom op. Aan mij droeg de gouverneur de eervolle taak op een paar waardevolle traditionele Bahamese cadeaus aan te schaffen. Budget? $5. Geen geld. Het is zover. Lee en René gaan op weg naar de gouverneur. Begeleid door Henry, Master of Ceremony en chef de protocol. In het normale leven, barkeeper. Kijk dan, het verkeer wordt gewoon tegengehouden. Geweldig dit. Zie hier de aankomst bij het paleis van de gouverneur. Bij de artiesteningang staat de hele hofhouding gereed om de hoge gasten welkom te heten. First of all. Whenever addressing the Governor General, you have to address him as Sir Governor General. Okay? Yes, I know. And also, you cannot insult the Governor General. You have to follow his lead. So that means if he stands, you stand. He drinks, you drink. You pick up a spoon, you pick up a spoon. Okay. Het protocol luidt dus nooit zelf beginnen. In alles het voorbeeld van de gouverneur volgen. Dan komt het dik voor elkaar. De sirenes klinken, de gouverneur komt aan. En alle camera's dienen te verdwijnen. Alleen de verborgen mogen blijven. Gents, we now welcome Governor General Lord George Paddington III. Good afternoon, Sir Governor.
My name is Lee Towers. I'm from the Netherlands. And we are very pleased to be invited to this beautiful place with your address. Thank you so much. So, Governor Jail. Well, this gentleman sit. Thank you. Let goed op hoe de communicatie hier verloopt. De gouverneur belt. Henry belt op naar de page vlak naast hem. En die belt door wat er geserveerd moet worden. Korte lijnen, daar houden ze hier van. You came from Miami. Yes. Maybe. Also. Okay. On your visit here, on a memorable visit, I hope you will like it. And I hope the escort is right. Yes, well, to your health and happiness too. Gentlemen, let's go. Lekker, René. Ja, en als je niet drinkt in het straffe tempo van de gouverneur, dan wordt de drank prompt afgepakt. Oké. Beautiful. Yeah. But it's a beautiful island. It is. Thank you very much. You can sit here. Yes. Thank you. En weer wordt er getoast. Ja, ja, we heffen wederom het glas. Maar verder dan heffen komen we niet. Daar hebben we de korte lijnen weer. De gouverneur belt. Henry belt op. De page belt door. Wat zou er komen, Lee? Nou, een bijzonder Bahamees ritueel. De schoonwassing van de rechtervoet door troskleurige schoenen. De gouverneur legt uit waarom. Het is mijn invite to a very old tradition of the island. We call it the washing of the right foot. And it has to do with one of the pirates, Captain James McKirk, that landed here in 1752. He had, in the correspondence with the old Lord Nelson story, and I don't know if you've ever been to London, probably you've been. I mean, everyone from Europe goes to London, and he lost his leg during the fights in Europe. Well. Feel his home. Feels his home. Thank you. Whoa. Looks like if you haven't done it before. René dreigt uit zijn rol te vallen. Maar Lee weet zich als altijd te gedragen. Alweer een toast op General Lord George W. Paddington III. Maar nou graag de kortste lijnen die ze hier in huis hebben. Want het wordt tijd voor mijn bootjes. On behalf. Bring in the presents, please. The presents, dat zeg ik. Please, offer gentlemen. It's especially handcrafted. Now, this is a special handcrafted vessel. A vessel that sailed the seas for the Bahamas for years. $5, Lee. $5. Now, I hope so. We didn't know what was going to happen. You know, in Holland they have a TV program like Kenneth Camera, you know. Yeah. So, in the first place, I'm really honest with you, man. I hope you don't mind. But, my meetings were Sir Governor. He even don't know what I do, what I'm doing. This Lord Governor, Sir Lord Governor General. I feel very sorry that I didn't know it in advance, because I brought you a present.
one of my DVDs, but this is the promise I sent you. One of my DVDs. I will go into standout now and sing on behalf of the government of the Bahamas the song, very old Dutch song, Dutch-like song we know from the, and it's about all the men with the beers. Go to sea, all the men with the beers. From John P. Joris, Daniel Keel, they bring down walls, they bring down walls. All the men with beers, all the men with beers, all the men with beers, they bring us this. I recorded a song. I'm sure you know that song. The Roger Whittaker one. But though my heart is full of tears at this point, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. Oh, how beautiful. And I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. Gentlemen, salute the general. En dan nu het officiële slotritueel. Het saluut met het eeuwenoude traditionele Bahamese pitspugen. Gentlemen, salute the general. Spit for the general. Sir, salute. Salute to the general. Gentlemen. Spit. Thank you. This was the worst spit I ever saw. This was the worst spit I ever saw. You should be embarrassed. For a man who has about 250 grandchildren, should be spitting a lot more. Okay. Oh, mama. We gaan zo verder. We gaan zo verder. Met deze grap bij ons aan tafel aangeschoven, René Vroeger. Man, oh man. Ik zei het al eerder, zat bij ons in het complot. Ja. Nou, en daar heb je een goeie aan, hoor. Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, daar heb je echt een goeie aan. Want ik had een aantal momenten dat ik dacht van, oh René, je gaat de hele grap verpesten. Met het lachen bedoel je? Met dat lachen. Ja, maar ik kon het wel doen op het moment dat hij niet keek. Ik hou het niet droog. Hij verpest alles. Ja, het was echt, maar het was zo moeilijk, jongen. Kijk, als je van tevoren alles weet, dat dacht ik tenminste. Maar ja, die man, die acteur, die Lord Governor, die was zo geweldig goed, die man. Dat was fantastisch. Moet hij ook naar dat bootje kijken? Ja, nee, en alleen ook echt kijken van, nou, zou het nou echt wat waard zijn of niet, weet je?
Dat je echt denkt van, nou, is wel leuk op de schoorsteen. Laura, kijk eens. En, maar echt, op een gegeven moment, het gekke is, wij waren door die markt heen gelopen en ik had ze zien staan de dag ervoor. Echt waar. Maar het was zo mooi. Het was zo goed gedaan. Echt geweldig. Hey Sonja, zou jij hetzelfde reageren als René? Ja, ik zou ontzettend moeten lachen. Dus ik herken dat wel. Ja, dat ik denk van, ja, dan kan je gewoon niet meer stoppen. Gekke. En weet je, het leuke was dat ik zag gewoon... Lee bleef in zijn rol, want die was zo nerveus. Want die is nou echt, weet je, want er komt iemand in een mooi wit pak... en die, ja, dan is hij toch geïmponeerd. En ik wist alles van tevoren, maar toen echt... Want wat je helaas niet gezien hebt, is dat mijn voet ook gewassen wordt. Ja, en toen gleed ik echt van mijn stoel af. Ik kon niet meer. Echt, dat hebben wij natuurlijk wel er gezien. Ja, geweldig. Maar we zijn er nog niet. Want er moest nog een vrij standbeeld worden onthuld van Jan Maarten's zoon Bikker. Die 350 jaar geleden als eerste Nederlandse zeevaarder namens Bananensplit de Bahama's aandeed. Today is a special day. Today is a day that our nation on the Bahamas will revive its only and full and strong feelings with a nation abroad, a nation that brought us the right to live and the right of democracy. Today is a day of swaffling. Today is a day of real intentions of ways. Today is a day that 350 years ago, Jan Maarten Soon Bikker became one of the first people to foot a set aside a land his war and pray. It all needs one expression. It all needs one idea of how things are, of how things will be, and how things are once said by a famous Bohemian guy. And now we'll be having a speech by Mr. Towers, like a Dutch. Dus nu de volkomen onvoorbereide speech van Leen. The whole behavior of the Dutch 350 years of cooperation aims. It's a great honor for us, friend René, my colleague, to invite this day a really these moments. And we would like to say thank you so much for everything you meant to us, you gave to us, and export to us, like the Sikora business, and the people we live in there. It was a beautiful day, and we don't know how to explain to our children and grandchildren if we are at home, to our friends and family. It was beautiful. Thank you so much. We really appreciate it. Thank you. Thank you. Thank you. And now we'll be playing the national anthem of the Netherlands. Tijdens de plechtigheid vouwen de dames de vlaggen vast op. Thank you much, sir. Today, we reveal the statue of Maarten Jansoon Bikker, the man who was the first one to set foot aside on the holy grounds of the Bahamian Islands. So I invite both gentlemen to take place on the right side of the statue and to reveal the statue. We are quite happily and proud to announce Maarten Jansoon Bikker, the first one to set foot aside in the Bahamas. Thank you.
Pull, please. Pull. Pull harder, please. Welkom in de Amos, please. Kijk eens, er is de camera. Hey, je bent erbij. Zwaai maar eens even, Leen. Daar is die. Prachtig, Leen. Zo kennen we je weer. Welkom bij Bananensplit. Vandaag weer een vliegende start. Ik geef mijn grote kleine vriend Edwin even een lift. Anders is hij te laat thuis voor de schoorsteenveger. Waar is je huis dan, Edwin? Ja, dan moet je goed kijken. Kijk daar. Die mini-villa. Zo. Ja, dat is klein. Hey, bedankt. Zonder jou een knie gered. Hey, hallo. Hey. Ik kom ik voor jou of niet? Nee, kom voor mij. Oké. Jij bent een schoorsteenveger, toch? Ja, dat klopt. Ik vond een klein huisje, maar dit is wel een heel klein huisje. Gaat het om dit schoorsteentje? Ja, dus ik kom zo terug, want ik moet eventjes echt heen. Wat zit hier op aangesloten? Ja, dan moet je even kijken. Er zit hier ook nog maar net. Dat weet ik echt niet. Maar er is hier schoorsteenbrand geweest. Klopt dat? Nee, dat weet ik niet. Moet je even kijken. Tot zo. Goedemiddag. We komen de ramen wassen. Edwin de Vries. Hallo. Ja, de ramen wassen. Ja, dat is goed. Ik zou zeggen, begin maar alvast. Ik ga even mijn kinderen halen. Ik ben zo terug. Nee, nou dan kun je misschien wel gewoon eens even opnemen. Wat denk je? Ik pomp dat wijf even vol en dan peer ik hem gewoon. En wie is dat mokkel trouwens? Weet je, ik ben er ook helemaal klaar mee. Je zorgt zelf maar eens een tijdje voor de kleintje. Sweet dreams of you. Meneer, zou heel even deze doos vast willen houden. U kunt het daar in die bak gooien. Ik heb echt helemaal geen tijd zelf daarvoor. Oh, no. Please don't start crying. I take it back. I didn't mean it. Please forget the things I said. Vind je het wat, Mop? Thought love was only true in fairy tales. And for someone else, but not for me. Goedemiddag.
Goedemiddag. Hallo. Hallo. Een quarto stagnone en een pepperoni extra hard. Maar ik heb helemaal niks besteld. Ja, misschien is het stilaan winnen. Ach, hoezo? Heb ik toevallig nodig dit? Kijk, als ik u 5 euro geef, dan... Hi. Ik ben mijn telefoon kwijt. Zou je me misschien even kunnen bellen? Het zit ergens in mijn tas. Maar... Sorry, hoe bedoel je? Ja, maar ik ben aan het shoppen en ja, het zit ergens in mijn tas en ik ben bang dat ik hem kwijt ben. Als je me even kan bellen? Ja hoor, tuurlijk. 06? Yes. 46? Yes. Ja, hey, ik was hem helemaal niet kwijt hoor. Ik wilde alleen maar je telefoonnummer. Ik ga je bellen. Joehoe! Thank you for calling. Goodbye. Hallo. Hey. Ja, ik had gebeld. Nummer 5. Ja. Nou, dan haal ik jou even op. Mooi. Ik krijg nog een Ferrari in de sloot. Nou ja, zat. Het zit weer vast eigenlijk. Het is een Vries, hallo. Hey, Boris, goeiedag. Ja, ik moest al om 2 uur in Bussum. Amstel Hotel zijn. Ja. Maar ja, ik krijg hem nou niet weg, want hij zit gewoon vast. Ja. Dus ja, ik weet het niet. Haal het steentje even weg, hè. Steentje? Ja, die staan hier hoor. 1, 2, 3. Hier ligt er een. Wat staat daarheen? Ah shit, heb ik nog niet eens gezien, man. Nou, top. Ja, bedankt. Ja, top. Kan je een beetje nog duwen als je wil? Hé, hey, bedankt hè. Is goed, man. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. Hallo. Goedendag, ik had net gebeld. Had u gebeld? Ja, het was niet voor de BMW. Oh. Maar die is van mijn vrouw. Ja. Het gaat om deze. Ja, ik weet niet, vanmorgen deed hij het nog. En nou dat hij een beetje raar. Dus ja, ik weet het ook niet voor de rest. Wat doet hij dan? Net begon hij een beetje te roken, dus ik dacht, ja, vaak heb ik dat, vliegt hij ineens. Dus ja, ik weet het ook niet. Hij kan het wel even laten zien anders. Het restaurant zitten de volgende personen in ons complot. Een kokbediende van naam, enthousiaste figurante, proost jongens. Als requisiet een banaan en een hoofdrol voor dit bijzonder paar. Oh, zij zijn dol op elkaar. Van kop bis voet. Maar jaloezie lijkt hun geluk in de weg te staan. Verder warme chocolade. Lekker. Leuke klant, ook best lekker. Vindt hij dan. Zij minder, geloof ik. Klopt nu alles? Dan hebben we nog Jaap de Turbo-ober. Ja, die twee zien we straks pas. Maar ik ben er klaar voor. Voilà. Dus laat me binnenkomen. Onze sympathieke hoofdrolspeelster Lucille Werner. Die gaat lunchen met haar trosproducer Mark. Wat wil je drinken, schat? Eén wijntje. Meteen al of? Meteen. Eentje. Of niet? Nou, dat is goed. Alsjeblieft. Dank je wel. Heb je zo een keus kunnen maken? Nu al. Nu al. Nog niet? Bedoelt u van de kaart? Ja. Nee.
Oké. Okay. U bent wel heel snel. Ja, oh nee, dat hebben we er bijna. Ja, is de kok ook zo snel. Dat is echt een bijzonder gerecht. Je vindt u? Nou ja, krokante oester. Is dat dan? Dat is toch lekker als lunch? Met schelp en al? Ja. Dan is het wel krokant, ja. Ja, zeker. Heb je niet nog een broodje kaas of zo? Nee, nee. Het spijt me. Nee. Heb ik jou een keer mee uit eten? Gaat zo een broodje kaas? Ik ging voor de zalm. Zalm? Ja. Weet zeker? Ja. Goed zo. Ja? Nee, nou ja, omdat die, even kijken, dit taartje van bruine vind ik ook erg lekker. Maar, en die valt dus niet zo zwaar, dus misschien is er ook nog een idee. Maar de zalm is op zich prima. En voor u? Ja? Welk taartje zijn dan? Of de school zou ook lekker zijn. De? Ik ga voor de school dan. Ja, de school. Goed zo. Komt eraan. Dank u wel. Dank u wel. Maar wel. Daar hebben we ze dan, onze tortelduifjes. Dank je. Met de voeten. Gentlemen. Een beetje klefvaap. Zo. Hey. Hij heeft een behoorlijke trek. En alleen maar oog voor haar. Alhoewel, die vindt hij ook wel smakelijk. Dank je. Het is lekker hoor. Nou. Chris, hallo. Ja. Hier zit ik, hè? Ja, sorry. Tijd die kant op te kijken. Ja, ik zit die kant op te kijken, maar ik ga gewoon even wat zij eten. Ja? Oké, nou. Je zit heel de hele tijd naar een meisje te kijken. Ik zit niet de hele tijd te kijken. Je zit wel de hele tijd. Ik zit niet de hele tijd te kijken. Oké, vind je het een mooi meisje? Nou, hallo. Ja, maar je vraagt erom. Je hoeft er niet zo overdreven te doen. Oké, maar je vraagt het toch op. Ja, nou, subtiel. Nou, nu ben ik er echt een beetje klaar mee. Hallo. Wat is er dan? School. Je zegt net tegen mij dat ze zitten te... Kijk, school. Kijk, en nu gewoon je ogen in je zak houden, hè? Nou ja, ik heb gewoon net je antwoord gegeven op je meneer zijn vraag. Wil je nog een hapje school? Wil je nog een hapje school? Ik ben helemaal onderdeel van het worden van de gezin. Volgens mij hebben die hele ruimte seks. Tuurlijk. Hebben ze wat? Nee, niet weten dat hele ruimte seks. Dat je zegt raar seks, maar je zegt ruimte seks. Eerst zijn lieve nasmaas om elkaar in elkaar te letten. Ik zit je elkaar met de kus. Ik heb een ruzie. En nu gaan ze de zin erin gaan. Weet je. Oh, flikker. Sorry. Ik moet deze even nemen. Wacht even. Mag ik even? Mark krijgt telefoon, dus hij moet even weg. Ja. Kan niet Lucille door, blijft lekker luisteren. Nee, niet hier, joh. Buiten, hup. Hij kan echt niet. Ik schaam me dood. Kom op. En zij moet natuurlijk ook even weg. Ik ga jou ook missen. Maar zo terug. Zodat onze lekkere bek de volgende stap kan zetten. Ja, dat is zover. Ik zat te denken, maar je lijkt het sprekend op. Nou. Ik zou me zorgen dat je straks van mij een kaartje gaat. Dus nu wil ik opkanten. Het is een beetje jaloers. Ja, ik word er heel gek van. Ik wil me even mijn excuus aanbieden voor de... Oh nee, joh, ik heb geen excuus. Hoe lang ken je haar dan al? Nou... We zijn nu een paar maanden eigenlijk onderweg. En de eerste maand was heel leuk. De tweede maand was iets minder. En nu zijn we 4 maanden verder. En nou echt, ik kan echt als ik mijn hoofd maar naar links draai, dan... Wat zit je nou? Ik wens je succes in deze relatie. Ja. Ja. Misschien moet je gaan kijken waar je vriendin blijft. Misschien is ze wel met deze belangrijke man van het Oosten vandoor. Ja, ja. Nou, dan wens ik hem heel veel succes. Oh. Hi. Ben je nou mee bezig? Ja, ik denk je bent een beetje erover. Weet je wat bij jullie een beetje is? Het is bij jullie een beetje Jantje huilt, Jantje lacht. Jantje huilt, Jantje lacht? Ik vind het niet zo grappig, eerlijk gezegd. Even zitten. Iedereen zit te kijken, maar hou dan eens met op. Kennen jullie elkaar? Of is dit een nieuwe... Nou, we kennen elkaar van vroeger. Kijk eens goed. Ja, geloof iets zelf.
Ik wil even weten wat hier gaande is nu. Schat, want het is niks continu aan de hand. Nee, er is niks gaande. Ik vroeg net gewoon rustig van, joh, of die dames al, of het gezellig was, of we de eten hadden. Snap ik, maar ik heb het altijd gedaan, heb ik het idee. Nee, je hebt helemaal niks gedaan. Ja, wel. Nee, je hebt helemaal ik heb de hele tijd krijg ik de uitbranders. Terwijl jij zit gewoon de hele tijd eerst naar dat ene meisje. Ik ga dat even... is een beetje gemeen. Ook, ja. Oh, dat vind je ook. Dat zie je wel. Ja, sorry. Ik heb echt het idee dat ik nu weer voor lul zit. We zitten midden in een restaurant. En net hebben we net ook al mensen naar me zitten kijken. Ga lekker daar zitten, joh. Wacht maar. Jullie moeten gewoon niet zo ruzie maken. Nee, wij... Ja. Hallo. Kijk, neem nou een voorbeeld aan deze vrouw. Neem nou eens een voorbeeld aan deze vrouw. Te gaan zitten spelen. Neem nou eens gewoon een voorbeeld aan deze vrouw. Die moet ook gewoon, kan ik er gewoon gezellig mee praten. Wat is nou je probleem? Niks, dat ik me gewoon heel erg in zit te houden. Terwijl ik het liefst gewoon hier. Vlag. God. Dit nu. Zo gek van. Nu opletten. Lucille, als een Nederlandse dokter Phil. Maar je zit je aan te stellen om helemaal niet. Oh, nee, ik zit me aan te stellen. Ik zit me helemaal niet aan te stellen. Nee, ik zit me... Hoezo zit ik me nou aan te stellen? Een beetje rustig blijven, joh. We zitten hier gewoon gezellig in de rust. Alle mensen, jullie vallen mij op dit moment lastig, zou ik je vertellen. Nou, sorry hoor. Ik ga even naar buiten. En ik kom binnen en mijn vent zit bij jou. Dan zit ik jou van... Hij komt even wat vragen. Heeft hij zijn nummer al toegeschoven? Nee hoor. Nee? Of nee, andersom? Nee hoor, ook niet. Nee. Nou, dat valt allemaal reuze mee. Nee, maar ik snap niet waarom je mij aanvalt. Nou, omdat jij je zo ontzettend hysterisch aan zit te stellen. Nou, wil je wat drinken? Wil je wat drinken? Heb je zin in een wijntje? Ik heb nog een wijntje staan. Ik krijg beduidelijk minder volle glazen. Ja, nou dan is je flirt op de open niet zo goed gewerkt als op mijn vent waarschijnlijk. Nee, maar goed, ik heb van je vent niks gekregen hoor. Nee, dat is me goed ook. Het is overal waar die komt, zit hij naar iedereen. Nou... Nou zit je weer aan het stikken. Ja, dit... De helft van de tijd zit je gewoon met hem te zoenen. Dus dat is een flauw. Nee, natuurlijk. Nee, ik heb het gedaan. Ik snap niet waar jij... Ik ga kijken waar die is er ook. Oh. Leuke vriendin heb je bij je. Ik kom... Ik kom een briesende man tegen bij de toiletten. Nat. Kom, drink nog een wijntje, hè? Ik neem absoluut nog een wijntje, inderdaad. Maar bedoel, wat een bende is het hier. Oh, nee. Oh, kom maar eens staan. Kijk, kom maar eens even staan. Kijk maar eens heel goed naar die kast. Daar is de kamer. En jij zit in bananenstift. Komt ie. Nou. Een Okke Ornstein, weet u waar die ligt? Die is vanavond binnengekomen. Daar hebben we wat spullen voor hem. Wat hebben we hier? De heer Ornstein? Ja? Ornstein. Ligt op zaal, kort verblijf. Kunnen we even die spullen brengen? Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Vanavond. De tijd is nog voorbij. We zoeken er zo. Het is 10 uur nu, dus wat weet je? Mevrouw, probeert u even. Ik bedoel, wij komen helemaal uit Amsterdam. Ik begrijp het wel, maar hij ligt op kort verblijf. Dus morgen is hij weer naar buiten. Het is niet ernstig. Het is niet ernstig. Nee, dat weet ik, maar hij moet even een paar spullen hebben. Dat geef ik hem liever persoonlijk af. Maar ik moet even komen, er liggen twee heren uit Amsterdam. Die willen even naar patiënten, maar dat kan niet. Maar ze willen het niet afgeven. Guus zit in het complot, hè? Dat is duidelijk, hè? Guus zit bij ons in het complot. Nee, u doet erg uw best ervoor, merk ik. Ze willen het niet. U wil niks. Nee, ja, kijk, ik kan niet zomaar mensen overal samen laten komen hier. Ja, ja. Die jongen wil even iemand zien, die heeft zijn been gebroken. Dat snap ik, maar als wij iedereen doorlaten, dan krijgen we een probleem. Nee, maar iedereen is niet iedereen. Ik bedoel, iedereen komt nu toch niet als heel Den Haag hier aan de park. Ja, wat is er nou? Kom maar. Dat is het, kom niet. Goedenavond. Dag, kom maar. Hop. Oké, graag gedaan, dag. Is het niet? Ja. Nee, maar dat zie ik meteen, hè. Dat arrogante erbij. Hoor hem spelen. Ja. Guus houdt het hoofd koel. En die voert inmiddels een door bananensplit ingefluisterd plan uit om vriend Okke toch nog te kunnen opzoeken.
Ga liggen, 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 liggen. Ik voel het voor een keer in even. Nee, ik moet nog een doen. Nee, ik ga niet afgeven. Ik moet nog een doen. Ga liggen. Nee, nee. Kom. Nee, nee. Nee, nee, nee. Nee. Ga maar liggen. Nee, wacht maar. Kom voorbij, zei ze. Kom voorbij, kom. Kom voorbij. Met je jas aan met de hele boel. Nee, nee, je jas, Guus. Ik weet het. Stijlen zonder jas. Dat is geen jas. Is dit nou weer? Ja, ja. Zo. En zo begint een even ontroerende als bloedstollende zoektocht naar vriend Okker. We moeten naar de tweede etage. Het zijn net supermarktkarretjes, hè? Die ziekenhuisbedden. Ik krijg er alleen geen airmaat bij. Nou, zoeken, zoeken, zoeken. Het is moeilijk hoor, zo'n bed. Hij stoot ook een beetje hard tegen me. Kort verblijf. Ja, en plotseling weet Guus, hoe komt dat toch, de weg naar Okker niet helemaal weer precies. En dan laat hij Maarten, patiënt Maarten, even alleen. Nou, daar ligt hij dan. Ja hoor. Oh, die loopt voorbij. Meneer Dekker? Nou, we zijn er klaar voor, hoor. Ik ben er klaar voor. Meneer Dekker. Kom, Ja, dat staat klaar. Ja? Ja. Goed. En de andere mensen van de locatie ook niet. Ik ben niet dekken. Ja. Het komt elke week wel een voor dat iemand zich zo ontzettend zenuwachtig maakt. Maar echt, het komt wel goed uit. Ik zou het dan wel zijn, meneer Dekken. Meneer Dekken. Meneer Dekken, hoe heb ik het niet verstand? Heeft u inderdaad een narcose ondergaan? Jawel. En dat levert geen problemen op? Nee. Goed, nou dan kunnen we gaan. Nee, u moet het me niet dikker hebben, want ik ben niet dikker. Ja, ik heb een idee dat ik een foute filmpje. Meneer Dekker, kunt u even op uw rug gaan liggen? Ik ben niet dikker. Ja, ik heb een foute filmpje.
Sorry van alles. Heeft u veel pijn? Nee. Oh, spijt. Moet ik je... Oh,